De milieuorganisaties Conservation International Suriname, WWF Guyanese en andere actoren zijn vandaag met een workshop gestart over de vernieuwde natuurwetgeving. De afgelopen 12 maanden zijn 80 milieuactoren bij elkaar gekomen om de huidige natuurwet, die dateert van 1954, aan te passen. Er is een nieuw concept gepresenteerd en tijdens de workshop zijn de wetten doorgenomen en eventueel verder aangepast. De studiebijeenkomst maakt ook deel uit van het project Onze Natuur op 1. Een van de projectbegeleiders, Nancy Del Prado, gaat in op de voorbereiding van de nieuwe wet. Enkele aanbevelingen die zijn gedaan zijn het incorporeren van internationale beginselen. U weet, de wet dateert van 1954 en het is een reflectie van de tijdgeest van toen. En we hebben na 1954 hebben zich op internationaal gebied vele ontwikkelingen hebben zich voorgedaan op het gebied van milieurecht en beleid. En dat zijn met name de beginselen die nu eigenlijk leidend zijn voor het ontwikkelen van milieuwetgeving en natuurwetgeving. En dit zijn enkel van deze beginselen, want het is een hele lijst. Tijdens de voorbereiding van de wet wordt er ook rekening gehouden met internationale bepalingen, zegt Del Prado verder. Onder andere moet het grondenrechtenvraagstuk meegenomen worden. In het nemen van deze opdracht hebben we gekeken naar wat zijn de internationale beginselen. En daar hebben we dus gekeken naar wat zegt CBD, wat zegt UNDRIP en natuurlijk ook onze OAS-vonnissen die hebben aangegeven. U weet, de inheemse en tribale volkeren hebben een speciale plek, vooral als het gaat om het beheren van het gebied, met name waarin zij wonen en leven. En vandaar dus dat er internationaal is het zo dat specifiek, net als wanneer we praten over agenda 21, waar los van inheemse en tribale volkeren, ook jongeren, ook vrouwen, een specifieke plek hebben. Dus dat was ook het uitgangspunt waaraan we hebben gezegd waarom we hebben gekozen voor lokale gemeenschappen. Inheemse en tribale volkeren. Nancy Del Prado vandaag tijdens de workshop over de voorbereiding van de nieuwe natuurwetgeving. Het eindproduct zal worden aangeboden aan de Nationale Assemblee.